De grootste crisis sinds Mark Rutte premier is, zo noemde hij het zelf. En genoeg fractievoorzitters hier in de Tweede Kamer die zeiden: dit is chefzaggen en de premier moet dit oppakken. En de afgelopen 3 weken was de premier niet uit de media weg te slaan met hoe hij er bovenop zat om dit probleem op te lossen. Vandaag debatteren we en diezelfde fractievoorzitters die er zo'n groot punt van maakten, die zijn hier niet. Voorzitter, dit is chefzaggen. Dit is een enorme crisis, niet alleen vanuit het kabinet, ook voor alle fracties hier in de Kamer. En dat zeg ik zeker tegen de coalitiepartijen. Voorzitter, ik weet niet of het de grootste crisis is die deze premier heeft meegemaakt. MH17 was misschien nog wel veel groter. In ieder geval nog veel meer emotionele impact. En daar hebben we een fantastische crisismanager gezien. Dat wil ik hier zeggen. Maar de crisis waar we nu voor staan met stikstof, dat is een crisis die ons niet is overkomen. Die heeft Mark Rutte, deze premier, zelf gecreëerd de afgelopen jaren. We zijn willens en wetens doorgegaan met het uitstoten van te veel stikstof. Deze crisis is door dit kabinet en de voorgaande kabinetten zelf veroorzaakt. En de manier waarop het nu wordt aangepakt wil ik echt betitelen als een wanprestatie. Want dat is het. Het pakket wat is gepresenteerd, de brief van 10 pagina's. Als dat nou 3 weken na de uitspraak van de rechter was gekomen, dan had ik kunnen zeggen: knap gedaan. Heel moeilijk voor de VVD om de snelheid naar beneden te brengen, maar knap gedaan. Hier liggen nu noodmaatregelen die ervoor zorgen dat de bouw verder kan in Nederland, dat de natuur kan herstellen. Maar als je hiermee komt na een half jaar en er nog trots op bent ook hoe iedereen over zijn eigen schaduw is heen gestapt, schaam je zou ik willen zeggen tegen de coalitie. Is dit het waar je mee komt na een half jaar om de natuur te herstellen? Het is volstrekt onvoldoende. 100 rijden alleen overdag. Terwijl we weten dat de opbrengst, als je het ook 's nachts doet, 20% hoger is. Terwijl we weten dat door dat te doen we in de Randstad wel zouden kunnen bouwen. In ieder geval meer zouden kunnen bouwen. En de natuur zich meer zou herstellen. We gaan 100 rijden. Daardoor komt er ruimte vrij om weer te kunnen bouwen. En wat gaan we doen? Een weg aanleggen door Amelis Weert. Is dat nou wat Nederland nodig heeft? Een weg aanleggen zodat er meer stikstof uitgestoten kan worden? Alle ruimte die vrijkomt moeten we met prioriteit inzetten voor het herstel van de natuur en het bouwen van woningen, juist in Utrecht en niet in het verbreden van een weg. Voorzitter, ik had net een interruptiedebat met de collega van D66 over hoe we omgaan met de natuur in Nederland. Niet de natuur is het probleem, maar de uitstoot van stikstof. En ik zie hoe blij ze zijn bij de VVD met de zinnen die er zijn opgenomen. Dat de beschermde status van natuurgebieden moet worden heroverwogen. Dat we dus plotseling kunnen gaan kijken of we misschien natuurgebieden die status kunnen afnemen. En mij wordt dan gezegd: ja, maar Jesse, die natuurgebieden, die gaan we toch niet in één keer asfalteren? Nee, natuurlijk niet. Dat durft zelfs de VVD niet. Maar als je die status weghaalt, dan wordt de kwaliteit van die natuurgebieden, die toch al zo onder druk staan, gaan nog verder naar beneden. En over een paar jaar komen de projectontwikkelaars denken: nou, dat is interessant. De kwaliteit is hier nu zo slecht, misschien kunnen we dit wel wat verder ontwikkelen. Voorzitter, onze natuur moeten we kost wat kost beschermen. We moeten niet minder doen om de natuur te beschermen, maar meer. En daarmee is wat mij betreft deze paragraaf in die brief onacceptabel. En voorzitter, ik weet het antwoord al wat van het kabinet, maar ik ga de vraag toch stellen en er toch iets over zeggen. Waarom wordt er nu niks gezegd over de uitbreiding van het vliegverkeer? Ik geloof dat ik niet één van de meest favoriete politici ben van de meeste boeren in Nederland. Maar ik wil tegen ze zeggen, ondanks alle dreigementen en alle scheldkanonades, we luisteren wel. En ik hoor heel goed als jullie zeggen dat je het aan de ene kant, als je praat over het verkleinen van de veestapel, dat er dan nog steeds wordt overwogen om een nieuw vliegveld te bouwen, dat je dat raakt tot in je ziel. Omdat jouw bedrijfsvoering wel wordt aangepakt, maar zo'n nieuw vliegveld niet. Stop daarmee. Geef aan dat Lelystad niet geopend wordt. Geef aan dat Schiphol niet kan uitbreiden, maar het gebeurt niet. En wat ook niet gebeurt, een half jaar zijn we verder, hè? Ik ben er bijna klaar mee, zou ik willen zeggen. Ook de coalitiepartijen zeggen: nee, wacht nou nog maar even tot december, wacht nog even. We zijn al een half jaar bezig. We wachten al zo lang. En de belangrijkste maatregel om te zorgen dat we kunnen bouwen en dat de natuur herstelt in Nederland, dat is het verkleinen van de veestapel. En complimenten aan collega De Groot, het was dapper hoe hij naar voren trad. Door te zeggen: die veestapel moeten we verkleinen, moeten we halveren, zei hij. Waar is het plan?
Je kan niet iets over de schutting gooien, een stuk rood vlees richting boeren gooien, zeggen we gaan het halveren, maar het vervolgens niet concreet maken. En daarom heeft mijn fractie een wetsvoorstel ingediend, waarin we niet zeggen de veestapel moet worden gehalveerd, maar de stikstofuitstoot, de stikstof die de veestapel uitstoot, die moeten we in 2035 halveren. Zie het als een soort van klimaatwet, maar dan voor de aanpak van stikstof. Daarmee leggen we wettelijk vast wat er de komende jaren moet gebeuren. Een halvering van die uitstoot. Want wat we niet nodig hebben, zijn luchtballonnetjes en losse flodders, is wetgeving, is actie, zijn moeilijke besluiten. Voorzitter, ik begon ermee te zeggen dat het een wanprestatie is van het kabinet. En ze geven aan dat ze nu nog een maand nodig hebben om met de vervolgmaatregelen te komen. Voorzitter, ik vraag mij af, als je een half jaar bezig bent om de snelheid op snelwegen een beetje te verlagen, wat je dan nog in een maand kan doen over zo'n groot twistpunt als de veeteelt, de intensieve veehouderij. En ik vraag me af hoe houdbaar de plannen zijn die er nu liggen. En tot slot, voorzitter, wil ik daar de volgende vraag over stellen. Is het kabinet bereid om over het voorliggende pakket voorlichting te vragen aan de Raad van State?